Hoe ziet de toekomst eruit voor Tokwa? Maar we willen eigenlijk een van de grootste problemen in de scheepvaart gaan aanpakken, waardoor de eigenaars van de schepen weinig incentive voelen om groene investeringen te maken, omdat het toch de charter is die het schip huurt, die voor de brandstofkosten opdraait. En dat zet een enorme rem op de decarbonisatie. En via onze technologie kunnen we eigenlijk heel scherp gaan definiëren wat is de performance, hoeveel zou je besparen. En zo kun je eigenlijk in de contracten dat gaan embedden om die investeringen, maar ook de returns daarvan, eerlijk te gaan verdelen tussen de twee partijen, om zo die incentives op één lijn te krijgen, zodat decarbonisatie een winstgevend proces wordt voor beide partijen.